Voor de tweede keer in korte tijd was het raak. Juwelier Yildirim aan de Kruisstraat in Woensel was opnieuw het slachtoffer van een overval. Werd in september vorig jaar een gewapende overval gepleegd op de juwelier. Dit keer ramden de daders de pui en richtten behoorlijk wat schade aan. Volgens een buurtbewoner hebben de overvallers flink wat buit gemaakt. Ik heb met die man gesproken, ik ben naar binnen gewipt en ze hebben dus bijna alles weggehaald.